Goedendag, Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. En vandaag heb ik weer een workout voor beginners onder ons. Een redelijk korte workout, maximaal een kwartier. Ik heb de vraag gekregen van, goh, je workouts zijn hartstikke leuk, alleen ze duren soms zo lang. Ik ben een uur bezig, ik wil geen uur sporten thuis. Alleen als ik samen met iemand sport of in de sportschool of als je met mij trainen, dan een uur is prima. Maar zelf kun je daar gewoon niet de motivatie voor vinden. Nou, deze training duurt een kwartier. Exclusief de warming-up natuurlijk. 5 minuutjes warming-up, dus 20 minuutjes ben je bezig. We gaan 5 oefeningen doen. Ronde push-ups op de knieën. Die zie je hier. Of hier. Daarna krijgen we high knees. Die zie je nu in beeld. Knieheffen. Daarna krijgen we table row. Zie je dit als je tafel. Die zie je nu in beeld. Daarna krijgen we knieën wrijven, crunches. Waar moet je op letten? In ieder geval dat bekken inkantelen. Dus je onderrug de grond indrukken. Die zie je nu ook in beeld. En squats. En hier is het programma nog even. Oké, 15 push-ups, 30 high knees, 10 table rows, 15 knieën wrijven, dus 15 crunches en 20 squats. Daar maak je zoveel mogelijk rondes van. In dat kwartier. Misschien haal je wel 10 ronden. Misschien wel 15. Geen idee. Probeer zoveel mogelijk rondes te halen. Na deze 5 oefeningen mag je rust pakken. Tussendoor liefst niet. Ja? Als je geen rust nodig hebt, pak je hem in 1 keer door. Ik doe 1 ronde met jullie mee. Daarna pak je het zelf op tot een kwartier. En hou het even bij. Misschien in de comments hieronder. Zet je het aantal ronden neer wat je hebt gehaald. Want dan kun je de volgende keer, als je deze workout een keer gaat herhalen, kijken of je meer kan. Dus dan kun je je vooruitgang boeken. Dan kun je je vooruitgang monitoren. Wij gaan nu direct beginnen. We beginnen met 15 push-ups vanaf de knieën. Let's go. 15 keer. En let op de ademhalingen. Als je kracht zet, adem je uit. In, uit. Volgens mij was dit 10. 13. 14. En 15. Mooi. Wordt al lekker, hè? High knees, knie even. 30 keer. Probeer ze tot heuphoogte te krijgen, hè? 30 volgens mij. Dan table row. Hier zit je tafelblad. Ga het lekker onder, knieën gebogen. Heupen hoog, buikspieren aangespannen en omhoog. Knieën wrijven. Crunch. Let op die onderrug, hè. Belangrijk. Onderrug de grond in spanning op je buik. Navel intrekken. Natuurlijk kan dit ook, hè. Vijftien. Squats. 20 squats. Gaat-ie. Als het goed is, gaat je hartslag al aardig omhoog. En dat is goed, hè? Elf. En probeer tot 90 graden in ieder geval te blijven zakken. Tel kwijt. 19, denk ik. 20. Oké, als je rust nodig hebt, pak het. Zo niet, ga je direct weer door. Met de push-ups. Zet hem even op pauze, zodat je het programma kan blijven zien. Dat je weet wat je moet doen. Tot een kwartier. Zie je, mijn ademhaling gaat ook al aardig omhoog. Dus ik hoop dat het wat voor je doet. Vond je deze video leuk? Geef een like, geef een duimpje. Druk op de bel als je het op YouTube bekijkt. En abonneer op het kanaal van Bodyproof Calisthenics, zodat je geen andere video's meer mist. Mijn naam is Martin Kokken van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Tot de volgende keer!